Enjoy your time. Go kayaking. Go kayak. You won't be, sorry. Yeah. Okay, I will do. Thank you. Must to go till the end. Yeah, yes. That is really important because it's not going to be dry sweet. Tijdens het peddelen hadden we het niet koud, echter de handschoenen die we meegenomen hadden, die waren niet waterdicht. Opnames. Jezus. Die is dichtbij. Oeh. Ja, dat is wel dichtbij. Dat is erg dichtbij. Dat is fantastisch. Jezus Christus. Oeh. Ik dichtbij. Wauw. Dat is wat anders dan in SeaWorld, hè? Zo. Het was goed. It's scary. Welcome to Antarctica. Welcome to my world. Got a little humpback here, having a good feed. Toen we in de kajak zaten en er een bultrug van 30 ton naar boven kwam, waren we door de emotie geen moment bang. Mocht je met de kajak ondersteboven gaan, dan keer je automatisch weer terug op de normale positie. Doordat je een wetsuit aan hebt, is alleen je gezicht nat. Om geen ziektes over te brengen, loop je altijd door desinfecterend water, zowel bij vertrek als bij terugkomst. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. The time is now 7:30. The plan stays as yesterday, so we have breakfast at 8. We'll have a presentation in the morning.
Er zijn rode vlaggen geplaatst waar je niet voorbij mag. De hele heuvel is rood, omdat de pinguïns kril eten. Kril is rood, dus schijten ze rood. De pasgeboren pinguïns staan daar de hele tijd. De ouders gaan naar beneden en klimmen weer naar boven om ze eten te geven. Als we weggaan, is het enige wat we achterlaten onze voetstappen. Blauw ijs is gletsjerijs. Dit ijs is ontstaan doordat de sneeuw jaar na jaar sterker wordt samengedrukt. Omdat er bijna geen luchtbellen meer in zitten, heeft het ijs vaak een blauwe schijn. Sinds 2014 wordt Primavera alleen in de zomer bewoond door 18 Argentijnse wetenschappers.
De Ocean Nova is een modern en comfortabel expeditieschip. Gebouwd in Denemarken in 1992. Aanvankelijk gebruikt om het ijsgebied rondom Groenland te trotseren. Regelmatig werden we door de speaker attent gemaakt op bijzondere gebeurtenissen. De speaker roept dan bijvoorbeeld richting 1 uur, stuurboord, zodat je weet waar je naartoe moet kijken. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. The time is now 7:30. We genieten van een Spartaanse wildernis van sneeuw en ijs te midden van ruige toppen die 1000 meter hoog reiken. Wat voelden we ons nietig in dit prachtige landschap. Het steile voorgebergte, gevormd door een groot granieten massief, profiteert van een microklimaat dat zowel menselijke activiteit als de ontwikkeling van rijke flora en fauna bevordert. Het mos op Antarctica groeit maar 1 mm per jaar. Echter door de opwarming van de aarde groeit het mos de laatste jaren sneller. De minimale afstand tot de pinguïns is 3 meter. Komen zij naar jou toe, dan mag je stil blijven staan. Dit Noorse walviskamp met oude gebouwen van een Brits wetenschappelijk station werd na een uitbarsting in 1969 geëvacueerd.
gebleekte walvisbotten, houten vaten en andere artefacten van de walvisvaart uit de 20e eeuw zijn hier overgebleven. Bovenop deze heuvel namen de vrouwen afscheid van hun wegvarende geliefde. Helaas kwamen ze niet allemaal terug. Thank you.